Wanneer Praeses Ministrorum Finitravis de dictatuur uitroept en zijn troepen door de straten marcheren, lijkt niets het vaderland te kunnen redden. Maar de Senaat maakt bezwaar. In Timi Senator, een toneelstuk, probeert een autoritaire leider de macht over te nemen in Nederland. De enige die dat kunnen tegenhouden is de Eerste Kamer. Maar ondertussen wordt er ook een complot beraamd om de senatoren te vermoorden. Nou, ik weet niet of ik echt houd van het boek, want als je iets zelf gemaakt hebt, ben je altijd een beetje onzeker erover en beschaamd. Maar ik heb wel hele leuke herinneringen aan het schrijven ervan in een caravan, gezellig. Ik heb het geschreven in 2005 en als ik er nu op terugkijk, heeft het een zekere voorspellende waarde. Autoritaire leiders die macht proberen te verwerven, aanslagen die over de hele wereld voorkomen van extremistische moslims. En er gebeurt ook geweld van extreem rechts en extreem links. Dus ik hoop dat u het gaat lezen en dat u het leuk vindt.